Bewegingen onderzoeken. Ik heb een auto en die legt een afstand af in een bepaalde tijd. Dan kun je de gemiddelde snelheid uitrekenen door de afstand te delen door de tijd. Hier heb ik het gedaan. Ik deel de afstand door de tijd en dan krijg ik 20 meter per seconde. Dat is de gemiddelde snelheid. Hij kan harder rijden en zachter, maar gemiddeld 20 meter per seconde. Deel je de afstand door de tijd, dan kun je meters pakken en seconden. Dan krijg je meter per seconde uit voor je gemiddelde snelheid. In dit geval staan er kilometer per uur en uren. Dan kunnen we ook de formule invullen. We schrijven hem om voor de afstand. S is V gemiddeld keer T. En dan is de afgelegde afstand 90 km per uur keer 1,5 uur is 135 km. We kunnen een verhoudingstabel maken. 90 km in 1 uur, 45 in een half uur. En dan tel je ze op, dan heb je 135 km. Nou, de gemiddelde snelheid van Usain Bolt, als je die nou wil berekenen. Kijk even naar de 100 meter. Hier is Bolt. ...9,58 seconden, gemiddelde snelheid 37,6 km per uur... ...en dit is de rugwind, 0,9 meter per seconde. We gaan eens uitrekenen of dat klopt, die 37,6 gemiddeld kilometer per uur. Nou, hij rent de 100 meter in 9,58 seconden. Gemiddeld is dat afstand gedeeld door tijd, 100 gedeeld door 9,58, 10,4 meter per seconde. Dan doe je hem keer 3,6 en dan heb je de snelheid in kilometer per uur. Dus onthoud, 1 meter per seconde is 3,6 kilometer per uur. Dat mag je in één keer keer elkaar doen, want 1 meter per seconde is 60 meter per minuut. Dus 3600 meter per uur en dat is 3,6 kilometer per uur. Omgekeerd moet je delen door 3,6 van kilometer per uur naar meter per seconde. Nou, de rugwind was 0,9 meter per seconde. Hoeveel kilometer per uur? Dan doe je hem keer 3,6 en dan heb je hem uit. Wil je nou de gemiddelde snelheid op de 4 keer 100 meter uitrekenen, dan kom je erachter bij de estafette dat die gemiddelde snelheid 400 meter gedeeld door de tijd hoger is. En dat komt omdat ze al een vliegende start hebben. Ze mogen rennen om het stokje over te nemen, anders worden ze omvergerend. Hier zie je een stroboscopische foto. Ik laat even zien hoe dat in zijn werk gaat. Je zorgt dat je een stroboscooplamp hebt die gaat flitsen. Bijvoorbeeld met 10 hertz, dan heb je 10 flitsen per seconde. En dan is de tijd tussen de flitsen 1/10 seconde. Dan maak je de ruimte donker en elke keer als een flits komt, wordt er een beeldje vastgelegd. De sluiter van de fototoestel staat continu open. En wat je dan ziet op het einde is, de bal legt steeds meer afstand af, omdat hij steeds sneller valt. En dat is in de volgende afbeelding goed te zien.